Het tweede museum dat door de vakjury is uitgekozen is het Museum De Fundatie in Zwolle. Alleen al de locatie van dit museum is zeer uniek. Sinds 2005 bestaat het museum uit twee afzonderlijke dépendances, een paleis en een kasteel. Hier in Zwolle bevindt zich het vroegere Paleis van Justitie. En samen met kasteel Het Nijenhuis, dat een kwartier verderop in Heino ligt, wordt een unieke internationale collectie van oude, moderne en hedendaagse kunst tentoongesteld. Met de ontdekking van het schilderij De Molen, Le Bleu de Fin, begin dit jaar, kreeg het museum internationale bekendheid. 35 jaar na aankoop van dit schilderij werd eindelijk herkend dat het aan Vincent van Gogh toebehoorde en het was wereldnieuws. Ja. Dat daar zo lang over gedebatteerd is, kan er toch maar één zijn. Maar ook tal van werken van andere grootheden zijn hier te bezichtigen, zoals werken van Mondriaan, Picabia, Apple, Turner, Chagall en George Gross. Maar ook de grootste verzameling ter wereld van het werk van Paul Citroen. De vakjury roemde dit museum met name voor haar heldere opstelling, het gebruik van afwisselende media en haar enthousiaste personeel. In het voorjaar van 2010 voltooide Jeroen Krabbé een serie van 9 monumentale schilderijen over het leven en de dood van zijn grootvader Abraham Reis. De collectie van Museum De Fundatie is zeer divers, van schilderijen en tekeningen tot beeldhouwwerken en kunstnijverheid. Wederom een prachtig museum dat terecht genomineerd is voor de Museumprijs 2010.